Hallo, ik ben Bart. Ik werk aan Windpark Friesland. Het is zover. We zijn begonnen met het opbouwen van de windturbines in het IJsselmeer. Vandaag spreek ik David, die mij er alles over vertelt. Hey David, we staan hier op Breesaandijk. Ik zie daar in de verte de eerste windturbines al staan. Ja, hey Bart, ja, dat klopt. Hier hebben we al die tijd naartoe gewerkt. In de vorige video's vertelden Erik en Anna hoe alle onderdelen op het IJsselmeer terechtkomen. Kun jij me vertellen hoe de opbouw in zijn werk gaat? Jazeker, het is het bouwen met Lego. We plaatsen de 3 torendelen bovenop de fundering die al staat. En vervolgens plaatsen we de nacelle er bovenop. En daar komt dan de rotor aan vast? Klopt. De complete rotorvaarder van het oude zeug hier naartoe. Die hijsen met de grote kraan omhoog en monteren hem tenslotte aan de gondel. Hoe lang duurt het voordat een windturbine staat? We zijn met 1 windturbine ongeveer 1,5 dag bezig. Maar we zijn wel afhankelijk van het weer. Het IJsselmeer is een erg goede locatie voor een windpark. Het waait hier vaak en hard. Voor een installatie is het alleen lastig, want we kunnen het alleen doen bij weinig wind. Als een windturbine staat, kan die dan direct beginnen met draaien? Zodra de windturbine staat, sluiten we hem aan op de stroomkabels die al in het IJsselmeer liggen. Daarna testen en checken we alle systemen in de windturbine nog een laatste keer. Dan is hij klaar om de eerste stroom te produceren. De planning is dat alle 89 turbines nog voor de zomer draaien. Hier op het IJsselmeer is de installatie van de windturbines in volle gang. Eerst worden de 3 torendelen op elkaar op de fundering gezet. Dan komt de gondel en tenslotte de rotor. Een hele klus. Maar we verwachten dat alles nog voor de zomer klaar is. De volgende keer vertel ik jullie meer over de opgewekte groene stroom. Tot de volgende keer!